Dion, want zo noem ik je eigenlijk, het zijn zware dagen. Ja, en het was zelfs een heel zwaar jaar. Het zwaarste jaar uit mijn leven wel. Ja. En daarin, behalve een scheiding, gebeurt meer. Vanochtend ook met verbazing de krant gelezen, denk ik. Ja, dat klopt. En dat is ook heel lastig, omdat ik kan en mag, hoe graag ik dat ook zou willen, vanwege mijn veiligheid, adviseert de NCTV ons om nooit uitspraken te doen over onze verblijfplaatsen. En dat heb ik echt vanmorgen nogmaals gecheckt, want sommige journalisten zeggen dat is allemaal onze, maar dat is echt niet waar. Ze adviseren dat echt, hebben ze ook altijd gedaan. Zij hebben er ook voor gezorgd, dus mensen van de NCTV, dat ik niet herkenbaar in de gemeenschappelijke basisadministratie stond. Dus ja, ik kan heel moeilijk open zijn over mijn verblijfplaatsen, omdat mijn fractievoorzitter en vriend en rechterhand, dat een van de meest bedreigde mensen is van misschien wel van de hele wereld. Dit zijn de zaken die enorm in twijfel getrokken worden door de pers, in de artikelen en op televisie. Ja, moet ik toch van het hart dat wij elkaar al heel lang ook persoonlijk kennen. Ja, dat klopt. Ik denk dat we elkaar al zo'n 13 jaar zelfs kennen al. Ja, dat is een hele tijd al. Er zijn er maar weinig. En dan weet ik ook dus een heleboel persoonlijke zaken en kan van hieruit vertellen dat wonen daar en hier gewoon klopt. Dat klopt, omdat ik zelfs altijd nog steeds, net als toen ik student was, altijd heimwee heb als ik hier ben naar Limburg. En dat zoveel mogelijk daar naartoe ga en dat ook doe. En dat klopt, dat ben ik ook altijd zo blijven doen. Dat klopt. En het is ook nog zo dat als je in Limburg bent en plotseling denkt en een ingeving hebt, ik zal eens een goede vriend verrassen met mooie, lekkere Limburgse spulletjes, een doos vol. Dan rij je helemaal heen en weer terug naar Den Haag om mij te bezoeken. Ja, dat is ook allemaal gebeurd. Dat klopt. In het begin, toen ik de eerste jaren ben ik zelfs altijd om neergaan. De eerste maanden kon ik zelfs gewoon met de trein gaan nog. Maar toen ik de eerste keer in de knel kwam als herkenbaar PVV'er, toen moest ik met de auto gaan rijden. En dat wordt wel een stuk moeilijker, want dan doe je er uren langer over. En je kan niet werken vanuit de auto. Dus, maar dat klopt inderdaad. Maar het werd wel voor mij steeds lastiger om dagelijks op en neer te rijden. Dat was niet meer te doen. Dan blijft er over dat apparaat. Daar hangt het, ja. Als het te zien is. En daar wordt van gezegd, dat is allemaal fantasie. En we hebben zelf over straat gelopen op zoek naar tenten en zaken waar we uitgingen. En zat je constant dat ding te checken. Ja, dat klopt. Maar ik mag daar niks over zeggen. Ik mag dus net over mijn verblijfplaatsen. Liever dan moeten we terughoudend zijn, zoals de NCTV dat letterlijk zegt. Terughoudend zijn. We mogen ook niks zeggen over veiligheidsvoorzieningen. Wat ik wel over kan praten, is dat ik een... Maar dat is zelf naar buiten gebracht door de NCTV, dat wij vaste beveiligingsmaatregelen in huis hebben gehad. En die schijnen gewoon vaak helemaal niet gewerkt te hebben. Dat wordt dan heel lacherig over gedaan na zoveel jaar. Maar dat betekent dus dat ik ook niet 100% op de NCTV kan vertrouwen. En gelukkig wel aan de mensen die er nu zitten. Want in ieder geval die man die dat toen geflikt heeft, die is weg. En ik moet zeggen dat ik heel tevreden ben over het huidige team van de NCTV die mij af en toe begeleiden. Dat wordt naar het Rijk der Fabelen geschreven. En ik kan dat ook niet bevestigen. Het enige wat ik wel kan bevestigen is dat het verhaal van Limburg, het woonadres, gewoon klopt. Ja, nou heel sterker nog, ook als ik ook een Kamerlid ontvang, ze is pas ook nog een goed bevriend Kamerlid ook, die ontvang ik daar. Want in principe in het Westen heb ik geen sociaal leven. Daar heb ik eigenlijk gewoon alleen maar een opblaasbedje staan. En ik heb daar eigenlijk verder rest, heb ik daar geen sociaal leven. Dus ook als ik mensen opzoek of wil ontvangen, is dat altijd in het zuiden inderdaad. Ja. Tot slot, toch weer ophef om Dion Graus. Hoe komt dat? Dat klopt. Ik ben natuurlijk een jongen die... Ik ben een straatvechter. Ik maak veel vrienden per jaar, maar ook heel veel vijanden. Omdat ik tegen iedereen in durf te gaan. Ook binnen de fractie, maar ook overal. Ik durf echt tegen iedereen in te gaan. En daardoor krijg je ook dat mensen gewoon een hekel aan je krijgen. En dat geldt ook voor mensen. Ik weet zeker ook die meneer binnen de veiligheidsdienst, die is gaan naar buiten gaan klappen over mijn veiligheid. Dat gewoon een man is geweest die mij maar een bij de hand brutaal mannetje vond. En die wil dan, zodra die weg is, wil die me pakken. En ik heb natuurlijk ook met een echtscheiding te maken. En bij een echtscheiding gebeuren vaker rare dingen. Maar ik kan u garanderen dat zoveel aangifte als tegen mij gedaan zijn, ik ben niet één keer vervolgd, laat staan, veroordeeld, nooit. En dat zal ik ook niet worden, want ik heb enkel maar vrouwen lief gehad. Maar ik heb ze nooit iets kwaads gedaan.